Hallo mensen van Gloedje Nieuw Kanaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering op Gloedje Nieuw Kanaal. Ja, hallo mensen, welkom bij dus een aflevering op Gloedje Nieuw Kanaal. En deze keer met server survival. Zoals jullie zien, ik zit hier op een server, of nou dat kan je niet zien, maar ik zit hier dus op een server. Ik zal het even uitleggen. Terug hadden we Dutchcraft. Dat is nu eigenlijk. Die oude server is weg. Dat was gewoon. Die was al een maandje dat de laatste video aan is geweest. Was hij al weg. Ik ga even beter zitten. In de tussentijd hebben we dus een nieuwe server. Hier, als je naar de info hebt, heb je de regels. Niet geld, niet grieven, niet cadeauten. Geen hacks, voor de rest have fun. Hier, voor survival, ga ik zo even uitleggen. Dit is de spawn als je hier in de wereld komt. En dan zou je zeggen: oké, er is niemand online op dit moment. Je zou dan zeggen. Van Martin, mogen wij ook op de server? Als ze dat precies willen. Nou, op dit moment is dat nog. Kan dat nog niet echt. Het is nog een whitelisted server. We gaan wel doen dat er mensen op kunnen via invite, wat dan ook, of als het vragen wat dan ook. Zit er nog even kijken. Maar laten we lekker beginnen met server survival. Want ik heb hier al wel wat andere spullen liggen met jas thuis. Alleen eerst gaan we even hier de spawn bekijken. De spawn is trouwens gemaakt door een van de owners. Grotendeels door Brian van Roy en Leren van Roy. Ik heb hier niet heel veel aan gedaan. Dat enchant huisje, dat huis daar, dat het nog steeds af moet maken, zie ik nu. Maar hier gaan we eerst even kijken. De Creators Room. Dus hier heb je de co-owner Leren van Roy. Co-owner Brian van Roy is dat de owner. Maar is eigenlijk ook. We zijn met z'n drie gewoon owners. Dus eigenlijk zijn we met z'n drie gewoon owners. Dus ik, Brian van Roy en Leren van Roy. Ja, zijn dus eigenlijk de owner van de server. Dan hier in de spawn heb je dus wat de huizen staan, een beetje een, elke owner heeft hier een huis, dus dat van Leroy, dus die van Brian, ja van Brian. Ikzelf heb dat huis dan daar, en dat ding is de Jill, slash het huis van Brian van Roy, ook nog voor de rest. Die molen hebben we hier ook nog. Daar heb je warp info, hier heb je enchanting table, etc. Dus dit is een kleine rondleiding, de eerste aflevering, een beetje een uitleg van. Ik heb wel even snel naar de warp info. Zo. Hier, in deze warp info, ook voor de mensen die nu op de server zitten en die het zien. Hier heb je alle informatie staan van de ranks wat ze hebben. Dus normale speler, etc. Bouwer, builder, VIP heeft dat. Info claim, hoe je moet claimen voor de mensen die dat niet weten. Regels, bijvoorbeeld aan de straffen die er aan vastzitten. Dus ga niet grieven, want je krijgt minimaal, zeg ik even. Twee weken ban. En hier heb je alle warps. Dus naar de chant, naar de shop. De shop wordt vandaag geopend. En hier is op zondag 6 maart of zo, ik weet niet zoiets. En hier kan je naar de spawn, daar zitten we natuurlijk al. En hier heb je de warp farm. Warp farm, ik weet niet wat de warp farm is. Oh, warp mob farm. Oh ja, kijk hier. Hier heb je allemaal, ook voor de mensen die vanaf vandaag kan je dus ook in. En hier heb je, daar heb je, kan je squids, er zitten als goed zoek squids in het water, kan je even snel naartoe lopen. Dan kan je gewoon, insects halen, et cetera. Even kijken, waar zitten ze? Zitten ze hier wel? Ja, kijk, hier spannen ze al. Dit kan je, hier is dus eigenlijk een mob farm. Dus het is een kleine rondtour, gaat denk ik vandaag worden. Hier heb je dus squids, hier heb je animals. Het was eigenlijk die andere ook al wel. En hier, oh, je hebt een kleine decoratie. En hier heb je, kijk, hoor. Hier heb je konijntjes. Hier heb je varkens, hier heb je koeien, dan heb ik lek, nee ik heb geen lek. En hier hebben we schapen, blijkbaar ook een roze schaap. Dat kan je dus allemaal goed, je kan ze gewoon allemaal killen. Dan krijg je dus, kijk, je kan ze allemaal killen, dan krijg je allemaal lekker eten ervan, et cetera. Maar ik heb zat eten, dat hoeft niet. Maar dan gaan we nu even kijken bij de andere warps die er zijn. Even kijken hoor. Info ben ik geweest, farm ben ik nu, enchant ben ik net geweest. Nou, nether is in ieder geval bijzonder, gewoon dat je in de nether komt. Daar zijn we trouwens nog wel met iets bezig, dat komt later nog. Dan de shop kan ik al wel laten zien. Ja, die ga ik gewoon laten zien. Nou, warp shop. Shop, oké. Okay, wauw. Okay. Hier ga ik eventjes voor in fly. Dat moet ik eventjes, ik kan in fly. Dit is de hele bouwwerk om de shop heen. Ja, best wel huge. Dit was gewoon een. Ik moet eerlijk zeggen, dit is een creator gemaakt dat je denk ik ook kunnen zien. De rest wat ik eigenlijk heb ik hier niet heel veel aan gedaan, eerlijk gezegd. Ik ben vooral aan het survivalen geweest de laatste tijd. En het enige wat ik wel mee heb gemaakt is de shop zelf hier binnen. Want die wordt vandaag geopend. En zo te zien hebben ze het wol al weggehaald.
best wel open, ik weet niet. Nou, in ieder geval, ik laat hem intussen eventjes zien. Want deze video komt niet al gelijk op zaterdag online, komt later online. En hier ga je dus de shop naar binnen. Dit is gemaakt door Leroy, dit door Leroy. En dan hier beneden is het samengemaakt door Leroy en mij. Dus nou, hier kan je de spullen kopen, dus kom apples. Nou, dan kun je zo zeggen, oh, 2000 euro. Hoeveel money heb jij, Bart? Nou, dat, ik sta min blijkbaar. Moet ik dadelijk even veranderen. Dan kan je dus hier gewoon spullen kopen. Maar hoe kom je dan aan geld? Nou, dat is dus bijvoorbeeld een dirt stack. Even kijken waar de dirt staat. Weet ik eigenlijk ook niet precies. Is het hetzelfde als buy? Oké, okay, deze kant is dus. Oh, deze kant is sell. Hier, als je dan een stack opstone hebt en je doet bijvoorbeeld een hele chest vol, heb je al best wel wat geld. Maar dat is natuurlijk best wel lang. Ja, en als je dat sneller wil, je kan elke dag foten op twee websites. En dan krijg je dus, hier te kunnen klikken, ga ik nu laten zien, want dat is obvious. Elke server heeft eigenlijk bijna wel dat je kan voten. En dan krijg je dus elke dag, als je die allebei link hebt geklikt, krijg je dus 100 money. Nou, hier kan je dus ook nog Diamond Armor verkopen en kopen. Moet even één ding, het moet wel heel zijn, de Diamond Armor, anders werkt het volgens mij niet. Dan hier kan je een gold armor kopen en iron armor kopen als je dat net in het begin gelijk al wilt. Maar dan moet je wel wat geld hebben zoals je ziet. Dan gaan we verder. Ik zie trouwens hier dat de gold is minder waard dan de iron. Dan hier, nou dit is dan de shop. Ziet er wel nice uit van binnen. Dat, dit is grotendeels gewoon gedecoreerd door Leroy. Dat zijn een beetje de, ja het bouwen kan je wel zeggen. Ik zie trouwens dat dit even moet worden veranderd zo. Ik zal wel even. En ja, dit was dan de shop. Dan is het is natuurlijk nog niet, ik zal even snel een D maken. Zoals je hier ziet, liep je natuurlijk nog een enorme brug. Dus eigenlijk als je hier spawnt, kijk, dit is gewoon een beetje nog om mooi te laten zien. Dus als je hier nog zou willen kijken, kan dat. Maar we gaan nu bij andere dingen kijken. We gaan nu even kijken bij de warps. En welke is dat nog meer? We hebben nog de, alleen nog maar de survival te gaan. En dat is toch wel de belangrijkste eigenlijk voor iedereen eigenlijk. Warp info voor handige tips. Ah, daar gaan we dus nu naartoe blijkbaar. Dat is wel handig dat ik het even weet. Oh. Zo. Als je hier dus op drukt, dan ga je naar de warp info, krijg je handige tip. Maar dit is de survival spawn. Dit is dus ook al een stuk in de video geweest van de introductievideo. En ik denk dat ik erg lang aan het lullen ben. Maar dat gaan we zo wel even veranderingen brengen. We gaan daar ook wel van doen. Dit is dus de survival spawn. Zoals jullie zien, ja, hier kan je nog niet bouwen. Hier heb je nog kleine info van dus. Spawn village, wat het hele punt is van de server, weet je, staat ook nog een keer de regels dat je die geen hacks, etc. En ja, wat is dus heel het punt van de server? De server is een survival server, maar het is niet zo dat je hier de spawn loopt en dat iedereen maar random begint te bouwen. Nee, in de spawn area zitten we eigenlijk met z'n allen, heeft iedereen wel een plotje, een plekje. Ik zie trouwens dat hier een chest staat, er zit niks aan. Oké, okay. Nou. Hier zijn dus eindjes, oh, daar zie je al iemands huis. Iedereen heeft een klein plotje en eigenlijk, hoe het in spawn is, zit iedereen bij elkaar. En als jij daarna hebt zoiets van, als je een huisje spawn hebt en je hebt zoiets van, hey, ik vind spawn niet leuk, ik ga een eigen plekje zoeken. Dan ga je ergens anders, dan ga je een 1000 blok verderop. Maar iedereen ook zit bij elkaar in spawn, een beetje als een community bij elkaar, een beetje als gewoon een groep bij elkaar. Ga ik trouwens nu heen lopen gewoon, want en dan hier kom je in de spawn. Je ziet al gelijk, er is wel wat gebouwd. Want de server is nu 2-3 weken online. Nu al. Dan heb je hier, verlaat je de spawn. Als het goed is, kijk dat dadelijk in mijn beelden staan. Ja, je verlaat de spawn. Succes met de survivalen. Maar zoals je ziet, hier heb je dus begin gelijk bij plot. Oh, plot Bram. Blijf, oké, dit is gebeurd. Brambo, die heeft zijn deur open laten staan. Koop je drankjes. Oeh, even verkeerd binnenkijken. Naar de portal, oké. Okay. Die heeft een hoop kleding. Zo. Maar ja, dit is dus de spawn area. Zoals je al ziet, iedereen heeft hier wel een plekje. Hier, Brian, die heeft al verschrikkelijk veel gebouwd. Grapje. Hier is Joost Brat. Brat. Ik zit eerst even mijn fluit. Ik ben er helemaal gek van. Zo, kan ik gewoon weer jumpen. Hier heb je Joost Brat Niels. Dan ikzelf heb ook dadelijk een plotje. Dat is dit plotje hier is van FTS Robin. Even kijken hoor. Dat kasteel daar is wel mooi. Hier links ben ik zelf. Zoals je al ziet, ik heb wel wat gebouwd in de tussentijd. Hier is mijn pakhuis. Daar zie je ook nog dat iemand anders aan het bouwen is. Moet ik even goed nadenken wie het ook weer was. Bram Kleijsen, volgens mij als ik het weet. Ja, Bram Kleijsen. Dat is dus RTS Robin. Hier, ja, zoals je ziet, ik heb wel een farmpje. Ik zal voor snel nu hebben we fly aan zitten. Dit heb ik dus de laatste paar weken gebouwd.
Ik deel wel, ben ook nog bezig met de server onderhoud, et cetera. Maar hier zie je dus het kasteel van Rowan. Het ziet er best wel vet uit. Dit heeft hij helemaal in survival gemaakt. Maar zoals je ziet, dit is dus, ja, het is allemaal in survival gemaakt. Allemaal gedecoreerd, dus het ziet er echt heel mooi uit. Voor mij is het echt vragen van, Martin, wat ziet het er raar uit? Ik heb John Smith Texture Pack, als je het niet gewend bent. Ja, daar speel ik altijd mee, een beetje medieval stijl. Maar echt dit, en dan hier de trap omhoog. Dus je ziet het echt een kasteel hier van binnen. Ik heb het niet trouwens fixen. Hier heb je dus een kasteeltje van binnen, hier een stoel. Dat is ook heel leuk gedaan. Alles is ingericht. Hier heb je zelfs een armor stand. Hier, en dan ga je hier omhoog. Kijk, nou, ik ben even gewoon even zo'n plekje. Oh, hier kan ik niet verder zien. Nee, ik heb geen trust. Oké, dat is jammer. Vraag nog een keer als we een keer met een server toertje of zo of iets wil laten zien. Want nu kan ik het even niet laten zien. Dan gaan we nu weer helemaal naar beneden toe. En we zijn beneden. Zijn we nu beneden? We zijn, ja, dit is eigenlijk zo goed als alles wat er is gebouwd tot nu toe. En ik heb inderdaad lag, nu niet meer. Ik had lag. Zoals je ziet, daar loopt Emily met een huisje, met daar de paardenstal. Ik zie dat hier een paard losloopt. Ik zou misschien nog een beetje temmen. En hier woont Leroy van Roy. Dit heeft hij in survival gemaakt, als het goed is, wat ik me herinner. En ja, dit is dus ook zijn survival huisje. Hier heeft hij ook mooi gedecoreerd, et cetera. Dit is serieus gewoon even een rondhoertje, de hele server zie ik, bedenk ik me nu. Nou, dit riviertje heeft hij gemaakt. Hier woont... Sorry dat ik de naam ben vergeten. Dalton. En daar... Daar, de span is best wel groot. Daar zit nog iemand anders op de berg. Daar zitten de Sorry for Owning. Ownings. Er zitten twee mannen, zitten, ja, die werken samen op één plotje. En ja, dat is eigenlijk wel wat er tot nu toe is gebouwd door in de survival wereld. Maar ja, hij is natuurlijk nog maar een week of twee online. Zoveel, en er zitten misschien nu... Volgens mij zelfs 11 man zitten erop, als ik me goed herinner. Maar ik ga even snel mijn spullen pakken en even laten zien. Ik weet trouwens wat die lerk heeft. Dat zijn al die beesten. Er zitten iets van 100 beesten op een plekje. Dit zijn dus allemaal spullen. Ik zal even snel pakken. Eten, torches. Enorm veel dirt had ik bij hem zo te zien. Blaze rods. Oh, ik was net geweest. Even kijken waar dit, wat moet ik. Oh ja, hier moet ik even wat brood mee maken. Zo. Zetten we dit even op de goede volgorde hoor. En ja. Dan ga ik eerst eventjes ook even mijn, ja, mijn bouwwerk laten zien. Want jullie zouden best wel denken van, zo, er is al best wel wat gebouwd bij jou. Ik heb een hek al, best wel wat varkens en schapen. Dus nou, als ik hier één keer doorheen loop met mijn schaar, dan heb ik anderhalve sterk boel. Laten we het maar zo zeggen. Hier, de fonteintje heb ik ook gemaakt, survival. Vind ik wel, ja, het ziet er wel nice uit. Hier, die molen heb ik ook survival gezegd. Het was echt, gemaakt. Het was echt een enorm werk. Ik ben al een dag of drie in bezig geweest. Uurtje of 2-3 in totaal. En ja, dat ja, uiteindelijk, ik heb het ja, een beetje gekeken hoe ik het wil gaan doen. Het ziet niet echt een vaste vorm, laten we het zo zeggen. Kijk, daar heb je eigenlijk iets anders, daar heb je een heel ander systeem. En ja, uiteindelijk ziet het er wel mooi uit. Het is enorm veel verschillende stijlen door elkaar heen gegooid. Dan deze, dit heb ik als laatst gemaakt. Dat zie je al gelijk hier, ja, cool oor staan. Want ik had er verleden, mijn eerste pickers die ik enchant was gelijk, Silk Touch. Dus dat was wel, nou, wel mooi. Nou, je hebt dan een beetje decoratie niet gegooid. Want er was wel mooi iemand die had hout gepakt. En die had alles veranderd in crafting tables. Die had tussen stekken de crafting tables. Die wilde ze kwijt. Nou, ik dacht, hé, dat gebruik dan mooi eens. Decoratie. Maar hier zitten ze ook mijn paardenstallen. Hier heb ik een, ja, dit paard. Dat heb ik getemd volgens mij wel. Als het goed is. Ja, heb ik getemd. Hier heb je mijn paard. Mijn paarden twee. Met alleen dan dit hierboven. Is dan, dit is op dit moment mijn opslag, slash, dus gewoon mijn pakhuis, slash paardenstal, op, ja, pakhuis dus, slash paardenstal, hier heb je dus boven mijn opslag liggen, hier met dat redstone, et cetera. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik nu wel heb gemaakt, tot nu toe. Maar, dat, want ik wilde een tijdje niet meer verder, want ik wilde dat aan jullie laten zien, en dadelijk gewoon met jullie elke keer de voortgang laten zien, want hier, ik zal even omhoog gaan, oké. Hierboven, daar zie je dat ik iets heb uitgestippeld. Daar komt mijn huis, want ik heb nog steeds geen huis. Zoals jullie zien. Ik ga dan strak even verder gaan met de paden afmaken, dat hier een pad ligt, et cetera. Ik zeg trouwens erg veel et cetera vandaag. En ik zie, oh, Fly geeft je geen geld, Mitch. Dat is oneerlijk, Martin. Dus ik moet even valdamage nemen.
Oei. En ik val damage. Oké, nou in ieder geval. Ja, dit was denk ik alweer de aflevering. Het is de eerste aflevering. Even uitleggen van hoe de server dus in elkaar zit. De server. Wat de server dus is. Hoeveel mensen erop zitten. En op dit moment is het dus erg rustig. Het is ook rond etenstijd. En ja, het is ook weer zondag dan. Vanmiddag zullen we wel meer online komen. Vanmiddag gaan we dus ook de shop opengooien. Zodat mensen ook gewoon dingen kunnen kopen met een money. En ja, dit is dus eigenlijk wel de aflevering. Het is een, denk ik, korte aflevering. Of erg lang. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Ja, het is dus even de uitleg over de server, hoe het eruit ziet, et cetera. Volgende aflevering zullen dus echt voortgang zijn over met het bouwen. Zullen er denk ik ook wel meer mensen online zijn. Want iedereen is nu aan het eten. Ik ga nu ook eten. Ik zeg jullie alvast bedankt voor het kijken. Laat dus een like achter als jullie dit leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Server Survival. Later. Thank you.